Jezus, Mina. Hey, je gaat deze keer wel lekker worden of... Sorry, wat lach je nou? Je doet net alsof ik gek uitzie. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik weer lekker vloggen, want vandaag ga ik naar Amsterdam en ga ik samen met Stefan een videoclip opnemen voor het nummer wat we hebben gemaakt met al die comments en zo. Misschien weten jullie het nog, maar moet je eens eventjes kijken, jongens. Mijn kamertje is gewoon zo goed als af. Het is gewoon zo goed als af. Mijn bed, mijn bank, mijn tapijt, daar staat mijn setup. Het enige, hier komt nog een kastje met erop een tv die je kan draaien naar die kant, zodat ik in bed tv kan kijken en dat je hem kan draaien naar de bank. Nou, helemaal top! En moet je eens kijken wat mijn moeder heeft gedaan. Kijk eens jullie. Kijk eens even. Toen mijn moeder hier was, heeft ze eventjes heel mijn kast ingeruimd. Nou, ik ben hier helemaal blij mee. Helemaal top. Spiegeltje erbij. Maar goed, Jade en Gio die zijn nu net weg. Gio die gaat Jade wegbrengen. Maar ik ga zo ook richting Amsterdam. Dus ik ga zo de auto instappen. En dan gaan we maar eens even een lekker clipje opnemen. Oh, moet je eens kijken. Het is weer... heerlijk weer. Het is zo lekker dat als ik wakker word, ik doe mijn gordijnen open en ik zie dat het lekker weer is. Dan heb ik gewoon zin om lekker naar beneden te gaan, koffietje te doen en lekker eventjes een rondje te lopen in de tuin zoals ik nu doe. Ah, het blijft echt lekker. En dan ga ik meestal daar lekker een koffietje drinken. En dat, jongens, je moet genieten van de kleine dingen in het leven. Dat is heel belangrijk. Helemaal tijdens deze corona gedoe en dat quarantaine allemaal. Moet je van de kleine dingetjes genieten zoals een koffietje drinken in de zon. En ik, mij lukt dat wel. Ik zit nu in de auto en ik ben nu dus onderweg naar Amsterdam, naar Stefan. Alleen Gio die zei tegen mij van, joh, als je weggaat, zet even het alarm erop. Alleen toen dacht ik, maar kijk, als ik nou het alarm erop zet en Sniff en Snies die lopen binnen, gaat het alarm dan niet af? Maar ik heb dus Gio gebeld en ik zei, gaan we het alarm er nou wel op doen of gaan we het er niet op doen? Want ik heb het gevoel dat ze dus gewoon beweging detecteren, zeg maar, het alarmsysteem. Waardoor er dan uiteindelijk het alarm afgaat. Maar als Sniff en Snies gaan rennen en gaan springen, dan gaat het alarm toch af? Nou goed, ik weet het ook niet. Ik heb hem er nu opgezet en we gaan het zien. Misschien krijg ik straks een melding op mijn telefoon dat heel het alarm afgaat. En dat de hele buurt naar de pleuris is. Maar goed, ik heb geen idee. Maar goed, we zien het wel. Let's go naar Amsterdam en ik heb er zin in. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan een soort van een videoclip maken voor een greenscreen. En dan gaan we daarvoor een beetje, zeg maar, playbacken wat we hebben gezongen. Zeg maar. En dan komen er achter op het greenscreen komen, zeg maar, de teksten of naar de comments komen dan daar te staan. Dus ja, ik weet verder ook niet heel veel van. We gaan het zien richting Amsterdam. Ik was net al op de locatie waar ik moest zijn, maar ik moest er pas om 2:00 zijn. Het was 2:15, dus ik heb nog een kwartiertje, zeg maar. Steve die was er ook nog niet. Maar ik weet dat hier aan de A4 een Shell zit waar je lekkere broodjes kan halen. Dus ik ga er snel eventjes heen. Ik ga even een koffietje halen en een broodje. Ja, want anders sta ik daar toch te wachten. Kan ik beter daar wachten en een broodje halen. Snap je? Jullie snappen me wel. Even een broodje halen. Een lekker broodje, een vifitje en een cappuccino. Zoals altijd. Oh, ik begin echt een beetje gewoon verslaafd te raken aan die broodjes hier bij de Shell. Gewoon een standaard als ik ergens heen moet. En ik ben dan onderweg of ik zit in de auto. Zoek ik altijd een Shell waar ik even een broodje kan halen. Maar ja. Het is wel chill. Gewoon lekker broodje gezond, lekker langs de weg en altijd chill. Dus hey, waarom ook niet? Holy shit, de auto geeft aan dat het 16 graden buiten is. Nou, het zou best kunnen, want het is pittig warm hier in de auto. Man. Die Stefan de Vries, hè. Altijd te laat komen. Niet naar zijn afspraak houden. Echt vervelend. Ik ga hem zo even op aanspreken, want dit... ik vind het echt niet meer leuk. Ik vind het gewoon echt niet meer leuk. Nou, daar zul je hem hebben, hoor. Daar zul je hem hebben. Hey! Ik zei net even in de auto, maar je bent en te laat. Vind je dat normaal? Is dit een normale zaak voor jou? Maar je zei en te laat en wat nog meer dan? Nee, niks. Oh, gewoon en te laat. Gewoon en te laat. Ja, wel en te laat. Maar wat mooi! Ja, bedankt. Hey, niet normaal. Gewoon een eigen gebouw. Ja, een eigen gebouw. Ja, kom even naar boven. Ja, we gaan even naar boven. En hier ga je dan gewoon in staan en zo. Ja, hier ga je in staan. Misschien ook wel weer liggen. Oh, ook, wauw, kijk. Hier worden alle businesses, hier worden alle deals gedaan. De deals gesloten. Niet normaal. Een beetje zo... Kokkerellen zonder vuur en zo. Is nice. Wauw, dat kastje is ook mooi. Hé, dat heb jij goed gefixt, hoor. Nee, dankjewel. Maar wij gaan even een dikke videoclip hit maken, of niet dan? Hé, dit is wel echt een shotje, hoor. Hey. Dit is... Ik had hem nog niet klaar. Oh. Wat zeg je? Wat ben je? Ik zei helemaal niks. Wat zei je dan? Ik zei... Zeg dan. Ik zei alleen dat ik hoorde wel dat jij een nerd bent. Dat je hebt gehoord dat ik een nerd ben. Wow. Nu heb ik het niet meer gehoord, ik weet het zeker. Nerd. Afgekeurd. Ophouden. Weg. Weg. Zo, kijk. Oh, kijk uit voor Siep. Oh. Ja, Julia. Ja.
Kijk trouwens even hoe groot deze bal is, jongens. Dat is niet normaal. Kijk dan even, joh. Joel, ga daar eens naast staan. Dan kunnen mensen zien hoe groot deze bal is. Leuk, echt leuk. Ja, nu kan je weer weggaan, hoor. Ik wilde alleen de bal. Joel, ga maar even weg. Zo, kijk eens eventjes. Oh, wacht, ze zien je niet. Zelfs de producer is erbij. Oh, Lucio, oh, hij is er ook weer. Fantastisch. Yes! Wow. Yes! Wat een acteur, hè? Oh, moet je eens kijken. Nog steeds het fantastische... Gezicht heb. Jij bent flauw. Ja, maar witte bolletjes. Nee. Zacht. Je bent flauw. Ik wilde net zeggen, het zonnetje schijnt nog lekker. We zijn nu lekker bezig. Maar we gaan eventjes een lekker happie eten en drinken. Niet normaal, jongens. Steve, je staat nu wel zo lekker in een shirtje met dat broodje. Maar wat vind je eigenlijk van het weer? Ja, leuk dat je het vraagt. Dit is weer Vincent's weer momentje. Ja. Het weer is echt super lekker. Ja. En bizar. Het is best wel een beetje warm. Het is warm. Het is warm, maar er zijn wel, kijk, wel wat wolkjes. Maar het is alsnog best wel warm. Maar is het dan kut weer of niet? Nee, ik vind geen kut weer. Ik vind het wel lekker. Ik vind het ook wel lekker. Ja? Dat is wel bizar, want het is ook nog eens april. Ja. En vandaag is het maandag. Dat betekent dat het morgen geen donderdag is. Maar dinsdag. Maar is het dan morgen ook lekker weer? Nee. Hoezo niet dan? Ja, morgen wordt het. Hou je even, ik vraag toch niks aan jou? Ik was even afgeleid. Hey, wat wil je zeggen? Morgen wordt het 7. Nou. Grapje, joh. Grapje, joh. Nou, wat hoor ik nou op de achtergrond? Wie heeft het? Wat hoor ik nou op de achtergrond? Ik zit al 180 keer een shot te doen voor jouw fucking video. Wacht hoor. Is het mijn nummer? Nee, dit is sowieso een nerd of zo. Ik had, weet niet, het gevonden. Ik typte gewoon in nerd op Google, toen kwam dit liedje. Ja, oeh. Ja, ik voel deze wel. Dit is hem. Deze, die voel ik wel. Ik kan dus rond op de wereld. Doe maar. Wow! Holy shit. Niet normaal. Steven staat ook bekend om de topspeler bij Creators FC. Kijk, en hij kan ook hoog houden. Wacht even, ik heb een bril. Wow. Pas op. In mijn hoofd ging het wel goed. Ging het beter? Mooi. Nou, laten we nu even serieus een clipshoot gaan doen, jongens, want we waren zo goed bezig. Ja, is. Doe eens even normaal, joh. Ja, even een klein grapje tussendoor. Ik moet kunnen. Zo, we zijn alweer klaar en het is een officiële rap. Ik ga nu lekker richting Krimpen weer. En dan ga ik kijken wat ik ga eten. En ik ga kijken of Gio ook thuis is, want ik heb nog helemaal niks van hem gehoord. Maar goed, richting Krimpen. Ik kwam er dus net achter dat ik mijn rijbewijs en mijn pinpas en zo allemaal thuis ben vergeten. Dus als ik nu word aangehouden, ben ik de lul. Want dan zegt hij, mag ik misschien je rijbewijs zien? En dan zeg ik, nee, sorry, die heb ik niet bij me. Dus hopelijk word ik niet aangehouden. Jezus, Mina. Nou, dat kan je echt niet doen. Sorry. Weet je hoe erg ik schrik altijd? Hoezo? Kijk eens, er zit een dikke auto achter me. Ik weet niet of jullie het al kunnen zien welke het is, maar jullie gaan het zo zien. Wacht. Hoppa, een R8. Ik ben er weer, hoor. En het goede nieuws, het alarm is niet afgegaan. Nou, ik heb niks gehoord, ik heb geen melding gehad. Gio heeft niet gebeld. Alleen, nu moet ik ook het alarm eraf halen. Want anders gaat het straks het alsnog af als ik binnenloop. Dus dat ga ik eventjes fixen. Ik hoop dat het goed gaat. Volgens mij is het gelukt. Ja, anders is het toch al wel afgegaan. Oké, nice.
Hey, Fapser. Daar zijn de mensen weer. Wat gezellig. Ben je ook aan het vloggen vandaag, Fapser? Yes, I am also vlogging today. Ik was echt aan het kijken of je nou met Gio of met je eigen camera. Nee, dit is hier van mij. Oh. Dit is de Van Zandt Fapser vlog. Is dat de Van Zandt Fapser vlog? De enige echte. Hey, Gio ging koken toch? Ja, dat toch? Heb ik oprecht met hem afgesproken. Wat heb je gehaald vandaag? Wat ik gehaald heb vandaag van jullie is een heerlijke snijbonen asperge. Voor de rest weet ik eigenlijk gewoon niet. Aardappeltjes met snijbonen en gehaktballetjes. Lekker! En dat ga jij maken? Wij gingen even naar de stad, toch? Met ja, allen? Ja, wij gingen even alvast een lekker toetje halen, toch? Ja, precies. Met dat lelijke ding wat op het staat? Wat? Die oranje? Kan je beter die oranje pakken, inderdaad. Trouwens, wat ik vandaag heb opgenomen, dat komt waarschijnlijk zondag online. Stefan zei dat hij het zondag online gaat gooien. Ik weet niet zeker of dat ook echt zo is, want misschien doet hij het wel helemaal niet. Maar ben je nou benieuwd wat wij vandaag hebben opgenomen en hoe het nummer gaat klinken? Dan moet je zondag eventjes de videoclip checken. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Peter maakt ze deze keer wel een beetje lekker. Ja, even serieus. Vorige keer. Ik doe elke keer dat kut eten hier, houden. Ik zou gewoon bijna naar mijn ouders toe rijden, bro. Wat was vorige keer ook weer? Gevangenis eten, toch? Ja, echt gevangenis trap, bro. Het smaakt er nergens naar. Kom, we gaan het wel even vragen wat ze gaan maken. Of ze het goed doen deze keer. Hey, je gaat deze keer wel lekker worden of... Nee, voor ons wel, maar wat jullie krijgen niet. Jongens, kappen. Jij bent helemaal iemand. Kappen. Nee, ik zeg toch niks? Nee, maar de vorige keer had je ook al een commentaar. Echt wel. Commentaar. Ah, wat vind je er nou van dat je vriendjes van die gay trekjes heeft? Ja, dat vind ik niet erg. Waarom flirt je eigenlijk en met Milou en met mijn zus en met Vincent? Oftewel, Gio is gewoon een flirt. Ja. Oh, moet je eens kijken. Ja, heb ik klaargemaakt, bro. Ik wist dat je gewoon een junkie maken. Nee, ik had iets anders verwacht. Ik had dat jij deze zou gooien. Wow. Nee hoor, het ziet er weer fantastisch uit. Ik maak elke keer wel grappen erover, Jade, maar... Nee, wat ik wilde zeggen, ik maak er steeds wel grappen over, maar het is wel echt... Jullie kunnen echt zelf gaan kopen. Het is echt chill. Nee, Jade, wij zijn gewoon heel dankbaar. Kijk, daarom maken we er grappen over. Komt ie? Ja, hij is echt... Ja, hij is wel lekker. Wil je nog een balletje? Ja. Oh, nee! Het werkt nog goed! Nou, lekker man, geniet ervan. Ik weet niet of jullie het goed zien, maar als het goed is mijn gezicht nu aan het glimmen. En dat komt. Heb je ook moeite met je emotietonen op zo'n ding? Het voelt heel raar. Ja, het is niet lekker. Hoe heet dit? Een peel-off? Een peel-off, ja. Sorry, wat lach je nou? Je doet net alsof ik gek uitzien. Ja, sorry. Nee, het ziet er gewoon leuk uit. Nou, we hebben dus zo'n masker op dat je dat eraf kan trekken. Maar ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Ik vind dat best wel pijnlijk soms. Maar het doet nu ook al pijn. Het trekt al en het brandt. Ja. De vorige keer dat ik dat deed, was mijn hele gezicht rood. Ja, we hebben ook met de reden jullie dat masker gegeven. Maar dat is niks persoonlijks, hè? Nee, het is goed. Kijk eens eventjes, mijn kamertje. Ik ben nog steeds zo blij als ik dan binnenloop dat ik denk van, oh lekker, dat ik nu gewoon een bed heb en alles is gefixt. En ik heb natuurlijk nu mijn eigen setupje met mijn boxen en mijn microfoon. En dan pak ik een lekkere beat van Lucio en dan ga ik muziek maken. Maar ik vind het zo chill om hier gewoon even in de avond even lekker muziek te luisteren. En gewoon een beetje te kloten, een beetje setupjes te maken. Of opzetjes te maken. En een beetje te kloten hier, dus dat is hartstikke chill. Zo, de boksen gaan uit, want iedereen gaat slapen. Zo, ik ga lekker mijn tanden poetsen en dan ga ik ook lekker slapen. Dus vond je het nou een leuke video, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.